De buurtvereniging Wilde Vangstedallen bestond onlangs 65 jaar. En wij spraken daarom eventjes met de huidige voorzitter, Arie Stevens. De buurtvereniging bestaat 65 jaar. Hoe is dat begonnen? Nou, dat is begonnen direct na de oorlog. Toen de oorlog was afgelopen, toen hebben ze met elkaar besloten, wij moeten de dallen weer herinneren. Dus die is opgericht in de herfst. 1945, toen is de buurtvereniging opgericht met elkaar. In de eerste oprichting, toen moest een klein feestje worden georganiseerd, maar alles was nog op de bon. Weet je wat bonnen waren vroeger in de oorlogstijd? Dus en toen was alles nog op de bon en toen konden ze niet, toen moest iedereen, die moest, één moest een hoop pot suiker meenemen, de ander moest een stuk kaas meenemen, en de ander die moest boter meenemen. En toen was er iemand, dat was Knelers Kunk, u wilde vangst de dan. Die zei, en ik zal de eieren leven, want ik heb van die witte biendotten en die zal ik leven. Want, dus ik neem de aardbeer, kom maar zeggen. Zo is er ontstaan, dus en zo hebben ze met mijn koor, hebben ze die ovens, een beetje eten, heel weinig. Ja, maar dat was, het was ook nog een hele speciale dag, hè? Want volgens mij is uw vrouw rond die tijd geboren. Ja, dat zal ik even vertellen. Dat was Aamke in Rijfveldus, in Aamke, dat was hun moedje, kom maar zeggen. En dat was Matten, en toen... Zo kon vrouw Maan of vrouw Veldus nooit komen, zeg maar. Want Matten die begon wat te jammeren, kon ik zeggen. Dus zo nauw kon hij er nooit bij. Dus in die is precies 65 jaar. Dat is wel toevallig. Dat zei ook net 65 jaar worden. Dat is in 1911 is er 65 worden. Dus ja. Ja. Dus nou, zo is het allemaal dus. Dat is dus heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder dat er dus een buurtvereniging 65 jaar lang bestaat. Ja, dat is heel wat bijzonders, ja. Ja. Wat organiseren jullie allemaal? Nou, er werd vroeger heel veel georganiseerd. Ja, toneelspelen. Ik heb alle foto's van vroeger nog met de toneelspelen. Je krijgt, dat zijn zulke mooie beelden nog. In toneelspelen en uitgaan met de buurtvereniging. Ging van naar Texel met de oude gadobus heb ik nog foto's van of filmpjes van. Dat we met elkaar met de gadobus. Dan weet je nou wat een gadobus, ja. Gingen we naar Texel of we gingen naar Drouwenderzand of vroeger op de fiets komen zeggen van school. Hoeveel leden hadden jullie in het begin? In het begin, toen ze opgericht werden, waren er 45 leden. Maar later, toen waren er wel 100 leden. Maar toen er opgericht is, toen waren er 45 leden. Kom zeggen. Ja. Want die 100 leden, kwam dat omdat dus de mensen die dus gingen verhuizen, lid bleven? Oh, die bleven ook lid, ja. Zo wat precies. Kom zeggen. Die konden ook lid blijven. Dus en dan kwam er op zo'n feestavond, zeg maar, die kwamen er meer dan 100 mensen natuurlijk. Want het is zo, er waren ook mannen die zochten vrouwen nog, en die mochten ook mee. Maar heb je dus zodoende, is er allemaal aan staan. Dus ik ben nu nog de voorzitter van de Wilde Vangstedallen. Maar deze man, dat is Gerold Goosen, die heeft ook even, ja. Die is voor mij voorzitter geweest. En zo ben ik daarvoor meerdere voorzitter geweest. Maar even nog, ik wil hem even noemen, maar dit is de enige nou uit de Wilde Vangstedallen die hier ook geboren is. Maar hij woont in Wilde Vangstedallen. Maar het is toch een hele bijzondere vereniging, want ook leden uit het begin zijn nog steeds lid, hè? Ja. En zijn ook nu aanwezig? Nou, nee. Die zijn er van lid, maar die worden ouder. Ik heb ook een zuster die is met Jaap de Wijs getrouwd, Gemma. Nou, die wordt ook wat ouder. En die zag het niet meer zitten om in zo'n drukte nog hier te wezen. Maar jammer dat ze, Jaap zou het graag gewild hebben. Maar zo, je moet een keer afstand doen. Dus en zo zijn er meerdere. Mijn broer Kees, die woont hier ook 75 jaar. Ik ben hier in de Wildervangstedallen gewoond. Ik woon nog in de Wildervangstedallen. Kees is in de Wildervangstedallen. Heeft hij ook gewoond. Dus wij zijn de beide nog geboren Dolsters. Geboren en nog wonen hier. Ja. En is ook wel lid. En degene die dus nu lid zijn, wonen nog allemaal op de Dallen? Nou, die nou nog lid zijn, die wonen allemaal op... Nou, daarmee ja. Ja, nog een paar niet, zoals die zijn weer verhuisd en er is wat verwaterd. En... Vroeger was het een hele actieve vereniging, ja. Veel leden. Dat loopt natuurlijk een beetje terug. Het enige wat ik mij eigenlijk kan herinneren van de buurtvereniging is het Riesten. Ja, hoe zeg je dat? Het enige wat ik mij kan herinneren van de buurtvereniging is eigenlijk het Riesten. Ja. Maar organiseert jullie nog meer? Nou... Ja, dat is een hooi, ik bedoel, neusgaan. Ja, we zitten hier wat dichter bij Drennen natuurlijk. En dan is altijd nog, wij hebben het Sinterklaaspak vanaf het begin 47 nog altijd, en die hebben de vrouwen nog een keer vernieuwd. Maar op school werd altijd nog de Sinterklaas. En daarom zijn we nou gelukkig nog zo bij elkaar, want het is zo, de Sinterklaas die haakte af nou van het jaar. Dus en toen zegt
Helene, we hebben een probleem. Ik zei, dat is niet zo mooi. Geen Sinterklaas meer. Dus en toen zei ik, maar we moeten toch met elkaar zorgen dat we toch nog weer de spul aan het rollen krijgen. En Helene, die heeft ervoor gezorgd in Freya, in andere bestuursleden, laat ik het ook maar even noemen. Dus het is zo, die hebben ervoor gezorgd dat ze een Sinterklaas met twee mooie... En het is een geweldig, en nog nooit zo mooi Sinterklaasfeest gehad. Dus geweldig. De vereniging leeft nog steeds. Ja, en dan hebben we nog een nieuwjaarsvisite, zeg maar, kom zeggen. Dan ga ik maar aan het drinken en een borreltje, zeg maar, kom zeggen. Ik gebruik zo geen borreltje, maar in ieder geval, ik doe wel mee net alsof. Ja. De buurtvereniging is dus een stukje gezelligheid. Ja. Saamhorigheid, gezelligheid, en dat leeft nog steeds. Dus Dallen die heeft altijd samenhorig geweest. En of dat nou kerkelijk gebied was of andere mensen, ze zijn al in elkaar... ze hebben al elkaar gewaardeerd, noem ik dat. En dat is al iets gebleven. Zoals Jan Boer, uit Wilde van Sedan, die dokter J. Boer, die is hier achter in de Dalen geboren. Dat weet je misschien wel, kom zeggen. Daar heb ik nog wel contact mee. Die heeft nog weer in de Dalen geweest met die ronde van Rono. Is er nog lid van de vereniging? Nee. Te zuinig. Nou, nee, maar dat is verwaterd, hè, kom zeggen. Ja. Toen hij hiervoor in de Dalen was met die Rono, met die zondagmorgen, zeg maar. Toen hij zei, ik val me weer, Arie, ik val me nog net weer in Wilde van Sedan, kom zeggen. Ja. Nou, dat is een goed gevoel. Ja. U weet nog heel veel van het begin. Alles, ja. Ja? Alles is duurder geworden. Ja. Nou ben ik reuze benieuwd, wat betaalden jullie vroeger voor een consumptie? Nou, het is zo, dit boekje daar staat, een kwartje per maand moest, dat moest je per lid betalen vroeger, toen het begonnen is. En toen kwam er nog een bode, toen werd dat gezegd, een bode, die moest dat innen, zeg maar. Daar is hier ook wat verwaterd, maar toen was er echt een bode, die ging mijn moeder ook, die ging eenmaal in de mond en die had een kwartje op, zeg maar. De eerste, toen er geen bonnen meer waren, toen kon ze weer wat kopen, toen kostte de eerste gebakje, een gebakje, die kostte 8 centen. Toen werden er 200 gebakjes, 8 centen, dat kunnen we nagaan, nou kostte misschien wel 2,50. Een flesje PW-limonade uit Wildervank, die had je misschien wel gekend, PW, ja. Kostte 14 cent. Er zat nog zo'n knikker in. Om hem af te dichten. Maar heb je wel, dus zo was het gewoon. Dus dat, en toen werd er ook een biertje geschoven, nou, die kostte 2 cent meer of zo. Daarmee kon ik zeggen, dus het kan maar nagaan dat er. Nou, naar nou vergeleken is dat niks meer. Nee. Zo is het, ja. Maar wel gezellig. Goed, en die gezelligheid die is er nog steeds, want de vereniging bestaat 65 jaar. Ja. En dat laten jullie niet zo voorbij gaan. Nee, dat zeiden wij tegen elkaar, dit moeten we niet doen. Het begon wat te kriebelen van nou. Het heeft er nog zin, want de leden die ben niet meer enthousiast genoeg. Maar nou ze dit weer zien, dan denken ze toch, we moeten toch enthousiast blijven. Ja. Maar het is geweldig dat dit nog gebeurt. En dan in zo'n mooie kuin stoppen. Het is zo, hier woonde vroeger Fijken. Er was oom Tom, noemen we dat, nee, geen scheldnaam of zo, maar in ieder geval, dat was Fijken. En die heeft dit is een oud-Saxisch boerderijtje. Nou, die mensen die hier nou, dat is Zeldam en zijn vrouw, nou wat ze hiervan gemaakt hebben, je ziet het is... Fantastisch. Ja, dus maar we gaan even weer terug naar, ik vind het prachtig hoor dat je reclame maakt voor de theetuin in Wilde van Sedalen, dat is prima. Ja. Maar wat hebben jullie nou georganiseerd voor het 65-jarig bestaan? Dat is deze avond. En wat is dat? Avond, en wat is dat? ik wist er niks van, spiezen, spiesroosten. Nou, ik zeg gewoon aan veugen wat vlees waar ik gewoon in. Zo nam ik daar gewoon mee. Ja. Maar het gaat dus om de gezelligheid. Puur om de gezelligheid, ja. Nou, 65 jaar, gaan we door? We gaan door. Ja, zeker. Dan wens ik u en alle leden heel veel plezier. Nou, mooi.